In dit casino in Rotterdam Centrum is iemand flink aan het gokken. Nou is daar op zich niks mis mee, is volkomen legaal. Maar niet als dat gebeurt met geld van een ander. En zeker niet wanneer dat geld verkregen is door oplichting. Het 72-jarige slachtoffer in deze zaak is door de fraude maar liefst 5700 euro kwijtgeraakt. Hij werd gebeld door een medewerker van de bank, of althans dat dacht hij in ieder geval. En die vertelde dat er fraude werd gepleegd met zijn rekening. Die persoon heeft gezegd dat hij het geld moest overmaken van zijn spaarrekening naar zijn betaalrekening. En dat hij het pasje in een envelop moest doen met de pincode. En dat er een postbezorger de envelop zou komen ophalen. En dan zou dat allemaal naar een veilige rekening gaan. En inderdaad, er verschijnt die avond iemand aan de deur om de pas op te halen. Niet lang daarna wordt de 5700 euro van de rekening gehaald. Op 3 locaties, waaronder dus het casino in Rotterdam. Het geld wordt vervolgens vergokt. En daar zijn beelden van. We willen er natuurlijk alles aan doen om te zorgen dat deze zaak wordt opgelost. Een 72-jarige man die al zijn spaargeld is kwijtgeraakt, 5700 euro. Nou, we willen heel graag weten, om die zaak op te lossen, of er iemand is die de man op de beelden herkent. Dat gaat dan om de man die gepind heeft bij het casino in Rotterdam. En wellicht brengt dat ons ook weer een stapje dichterbij eventuele andere mensen die hierbij betrokken zijn. Bel 0800 6070 of meld misdaad anoniem 0800 7000.